Hallo, ik ben Maxine van Wok TV. Wij gaan zo iemand interviewen die hier in het asiel werkt. Want wij vinden dat dieren tweede kans verdienen, want het is zielig als dieren zo op straat zwerven. Ik ben Maxine, wat is uw naam? Ik ben Alma en ik ben al 20 jaar werkzaam hier in het kattenpension. Zijn die baasjes op vakantie of zo? Ja, en dit is een vakantiehotel voor de katten. Dus eerst wordt er voor de kattenplekje gezorgd en dan gaat baasje boeken. Hallo, waar zijn we nu? We zijn bij de asielhonden en bij de pensionhonden. Waar zijn de pensionhonden en asielhonden bij elkaar verscheiden? Nee, die moeten altijd gescheiden blijven. Het voorste gedeelte is asiel en de rest is allemaal pension. Worden er veel honden verkocht hier? Redelijk. We zijn vorige week een stuk of 6 honden weer geplaatst. Worden hier ook veel honden heen gebracht? Je bedoelt voor afstand? Ja. Maar die komen dan eerst in quarantaine. En die worden eerst weer door de dierenarts nagekeken. En als ze geënt zijn, 7 dagen op de quarantaine hebben gezeten, dan mogen ze naar het asielgedeelte. Kijk, we hebben hier een doos en er staat op, onze katten hebben het druk. Wat betekent dat? Nou, de ene dag leggen we een krantenpagina op de grond neer. Een dag daarna leggen we weer kastanjes neer, zodat de katten er dreigen niet vervelen dan ze wat te doen hebben. En katten die net overgezet zijn uit deze ruimte, dan is er wel eens onrust hier in de ruimte. Als er nieuwe katten bij komen. Dan hebben we een stukje karton. En dat is in de handel gekomen, dat heet catnip. Dan spuiten we op het karton en dat leggen we dan bij de kat. En dan gaat hij eraan ruiken. En zitten bepaalde stoffen in en dan wordt de kat wat rustiger van. Wij zijn bij het dierenasiel geweest. Het was eigenlijk niet zo klaar omdat ik dacht dat het was, want de dieren zitten in grote rokken. Het was heel leuk en leerzaam. Tot de volgende keer bij Wok TV.